Maurice Mulder van het Poppodium. Je hebt ons om dit interview verzocht. Naar aanleiding van het interview met de hockeyclub. Klopt. Kun je even vertellen waarom je graag je eigen verhaal wil doen bij ons? Er wordt een verhaal de wereld ingebracht die naar ons zeggen niet helemaal waar is. Wij hebben een huurcontract en ja, die is voorlopig nog niet opgezegd. En zoals wij van de pandeigenaar hebben gehoord, is er ook nog niks getekend. En we zijn in overleg met de pandeigenaar elke week wat de stand van zaken is. Daarin is er nog geen overeenkomst en, met de hockey. En dat wordt nu wel naar buiten gebracht. Wie doet de onderhandelingen met de gemeente en met de hockeyclub? Dat is de pandeigenaar. Jullie zitten zelf als uitbaters van dit podium niet aan tafel? Niet bij de hockey in ieder geval. We worden daarvoor niet uitgenodigd. De pandeigenaar die staat er wel voor open dat we met z'n allen een gesprek hebben. Alleen die is tot heden nog nooit gekomen. De hockey wil hier zijn clubhuis vestigen. Maar wat willen jullie eigenlijk? Wij willen hier zo lang mogelijk blijven. Ja. Wij zijn net begonnen. Door de corona hebben we vrij weinig tot niks kunnen doen. En wij willen gewoon hier een heel mooi zalencentrum voor van de jeugd tot de ouderen willen we hier van maken. Ik zie dat jullie je hoofd boven water houden met de kerstbomenverkoop dit jaar. Ja. Dat vind ik wel weer heel creatief opgelost. Ja, wij proberen iets toch te verzinnen om onze vaste lasten te kunnen betalen. En op die manier dat we toch kerstbomen inkopen en op die manier toch willen verkopen, zeg maar. De hockeyclub doet het voorkomen en de gemeente. Alsof jullie per 1 januari 2021 hier weggaan. Ja. Maar dat is niet het geval. Nee. Tot wanneer loopt jullie huurcontract door? Wij hebben gewoon een 5 jaar huurcontract. Nog 5 jaar? Ja. Nou, over 5 jaar is die corona wel weg, dus dan zou hier ook een bloeiend poppodium kunnen staan. Ja, graag. En naast elkaar, dus de hockeyclub, een clubhuis en het poppodium naast elkaar hier, zou dat kunnen? Op zich zou het kunnen. Alleen ja, je gaat misschien overlast met auto's krijgen. En als je 2 verschillende evenementen op eenzelfde dag hebt, ja, dan wordt dat denk ik wel een lastige situatie. Het parkeerplaatsje hier is niet heel erg groot. Nee, klopt. Het voordeel van deze locatie is dat je flink veel geluid mag maken. Ja. Als je zou moeten verhuizen, zou je dan een dergelijke locatie waar je zelf de geluid mag produceren voor terugkrijgen? Of we dat willen? Nou, hoe zou dat kunnen? Is er plek voor in Beverwijk? Er zou zeker plek zijn in mijn ogen. Alleen het is aan de gemeente of de toestemming voor verleend wordt. Jullie daar al over in gesprek? Nee, nog niet. Wat ligt er wel vast? Wat is er wel afgesproken? Er is niks afgesproken nog. Niks? Nee, wij hebben gewoon een huurcontract en that's it. Maar je vertelde me net dat je nu door de berichtgeving die er is ontstaan, dat je al afzeggingen krijgt. Ja, dat is doordat de hockey in het nieuws vertelt dat er een overeenkomst is met de pandeigenaar. En zover wij weten is er geen overeenkomst. Hoe zit het met schadeloosstelling voor jullie als jullie weg moeten? Zover hebben we nog niet in de toekomst gekeken. En wanneer wisten jullie van de plannen voor deze plek? Dat wisten wij pas vanaf mei, juni. Even snel uit mijn hoofd. Wat vond je daarvan? Eerste instantie schrokken we ervan. Wij gingen niet met deze intentie erin. Net als dat je niet wist dat de corona om de hoek kwam kijken. Maar wij gingen hierin voor een lange termijn. En dat om dan een paar maanden later te horen dat er dus plannen zijn om hier iets anders te willen bouwen. Ja, was voor ons wel een shock. Goed, de plannen gaan voorlopig door. Tot nu toe staan alle lichten op groen ook vanuit de gemeenteraad voor deze plannen. Mm-hmm. Wat wil jij de komende tijd met de hockeyclub en de gemeente doen? Wij kunnen niet zo heel veel. Wij kunnen alleen heel lullig gezegd afwachten wat de pandeigenaar doet. En hun zullen er uit moeten komen met de gemeente en met de hockey. En dan zullen wij met de pandeigenaar om tafel moeten om te kijken hoe verder. Of misschien dat er een nieuw pand gebouwd kan worden ergens in Beverwijk. Waar we ook gewoon een leuk evenement kunnen neerzetten elke week. Voor jongeren, maar ook voor ouderen. Want die behoefte is daar wel voor in Beverwijk. Wil je graag nog iets zeggen of een oproep doen?
Vanaf zaterdag 28 november hebben wij onze kerstbomenverkoop. Die gaat in vanaf 1 uur 's middags. We bezorgen in Beverwijk en Heemskerk. En je kan hem ook afhalen op locatie op de Hovelanderweg 104 in Beverwijk. En wat kost de bezorging? Bezorging is gratis.